Fortnite heeft zojuist de grootste update ooit gedropt in het Marvel seizoen. Ik ga jullie alle dingen laten zien die nieuw zijn en die jij moet weten. Maar voor we dat gaan doen, vergeet even niet de code kwaad te gebruiken in de Fortnite item shop om mij te supporten. We beginnen deze video natuurlijk met Iron Man, want de update draait volledig om Iron Man. We kunnen eindelijk de nieuwe Iron Man outfit kopen in de Fortnite item shop. En daarom jongens en meisjes, voor de echte Iron Man fans, hij is er. Eindelijk kan je hem nu kopen, het is de Iron Man MK45. Eindelijk een skin die je dus niet meer hoeft te transformen als Tony Stark natuurlijk. En er zijn natuurlijk ook twee nieuwe mythics bijgekomen. Waaronder natuurlijk Iron Man Fight Kit. Daar kan je dus heel erg light mee vliegen. Zoals dus ook uit de film natuurlijk. Wat echt na de Spider-Man's webshooters vind ik een van de chillste manieren is om te treffen natuurlijk. En natuurlijk zijn handen waarmee je natuurlijk kan schieten. Net zoals eigenlijk in chapter 2 gewend waren. Maar wat ze nu ook kunnen doen, is we kunnen nu met de Combat Kit natuurlijk een soort van beam afsturen. En die kan je zelfs doen terwijl je vliegt, wat echt insane vet is natuurlijk. Maar laat sowieso eventjes achter in de reactie wat jij van deze update vindt. Want Tony Stark's rival is natuurlijk ook terug. Hij is alleen wel wat slechter gemaakt dan dat hij daadwerkelijk was in chapter 2. Want ja, de andere mythics zijn natuurlijk veel beter. En dit jongens en meisjes, hier moet jij heel erg goed op gaan letten. Dit zijn eigenlijk de nieuwe supply drops van het Marvel seizoen. Dit is dan echt super overpowered. Want als jij op tijd naar deze dingen toe kan komen, kan je natuurlijk twee verschillende mythics krijgen. Je krijgt of die van Iron Man, of je krijgt een andere mythic die aan de andere kant of wat echt insane vet is. Maar het is zeker het waard om hier naartoe te gaan. Maar let wel goed op, want het wordt echt dan toe druk bij deze dingen. Maar jongens en meisjes, buiten dat heeft Fortnite ook een nieuwe game mode toegevoegd, namelijk Day of Doom. Dit is een soort van toevoeging aan de game en het is een soort van referentie naar Thanos zijn game mode. Want je hebt twee groepen, je kan namelijk aan de kant van Dr. Doom staan of je kan aan de kant van natuurlijk de Marvel superhero staan. En letterlijk Dr. Doom is een soort van Thanos mode en je moet elkaar proberen te verslaan in deze game mode. Je moet henchmen uitschakelen als jij tegen Dr. Doom speelt en als je in het team van Dr. Doom bent, moet jij natuurlijk de Marvel skins uitschakelen. Je hebt verschillende soorten lootpoolen, wat natuurlijk echt heel erg leuk is. Ik zou zeggen, probeer het sowieso zelf uit jongens en meisjes, want deze update is echt een 10 out of 10. Maar sowieso, als je dus Dr. Doom bent, gaat iedereen je proberen te killen, dus wees daar ready voor natuurlijk. Maar als wij als community samenwerken, kunnen wij namelijk een hele lijpe items ontlokken. Want als wij namelijk 9 miljoen Storm Circles surviven, krijgen wij een banner icon. Als we dan naar 2 gaan, moeten wij de 18 miljoen overleven en dan krijgen we een spray, wat eigenlijk helemaal niet bijzonder is. Maar we kunnen deze backbling unlocken. En het enige wat we daarvoor moeten doen, jongens en meisjes, is 27 miljoen stormen overleven. Dan hebben wij een nieuwe collab met Saul, jongens en meisjes. Dit wordt een van de lijpste collabs in Fortnite, al vind ik het zelf. Ik ben echt heel erg fan van de film. En waarschijnlijk gaat deze skin dus tijdens Halloween in de items op komen. Vergeet niet de code kwaad te gebruiken, want deze televisie gaat in de game komen met daar zijn hoofd op. En het is best bijzonder dat Fortnite deze samenwerking aangaat, aangezien de films van Saul echt heel erg smerig zijn en ze al meerdere Mortal Kombat hebben gecanceld, zeg maar. Dan hebben we de Incredibles. De Incredibles gaan ook naar Fortnite komen. Dat betekent dat het de allereerste samenwerking is tussen Fortnite en Pixel. Want de auto die hun gebruiken is namelijk in de fels al opgedoken, zoals je kan zien. En er zijn ook al zelfs skins bekend. Deze drie skins gaan sowieso naar de items op komen. Dus nogmaals, code kwaad jongens en meisjes met het invoeren als je die gaat kopen. Maar we zijn nog steeds niet klaar jongens en meisjes. Want het is natuurlijk het Marvel seizoen zoals ik al zei. En we hebben natuurlijk deze Marvel skin die een verandering gaat aantreffen. Want we gaan namelijk mashup skins krijgen. En in plaats van dat hij dus een doodskophoofd heeft, gaat hij dus daadwerkelijk een burgerhoofd krijgen zoals je kan zien. Heel erg grappig dat Fortnite dit toe gaat staan. Waarom ze de Ghost Rider hebben uitgekozen. No ID. Maar we moeten ook even naar de loading screen kijken. Want daar staat een skin in die al geleakt is. Die we zelfs in de game kunnen vinden. En dat is deze skin jongens en meisjes. Daarvoor moet je naar Doom's Castle gaan. Want daar loopt een NPC rond. En die NPC is namelijk de skin die je hier voor je ziet. En dat is daadwerkelijk gewoon een Marvel's manier van een duivel laten zien. Wat echt heel erg lijp is jongens en meisjes. Dus deze skin gaat ook naar de items opkomen. Maar dan gaan we ook iets krijgen tussen Venom en Spider-Man. Deze twee gaan samenwerken. Heel erg apart. Dan gaat er een samenwerking uitkomen. Want er is ook al geleakt dat daar een auto van bekend is. En dit is de enige leak die daarvan bekend is. Ik ben echt benieuwd wat er uit gaat komen. Het moet een beetje zoals de Mandalorian car worden. Ik ben heel erg benieuwd in ieder geval. Maar buiten de skins gaan we natuurlijk ook nog mythics krijgen dit seizoen. Jongens en meisjes, we gaan uit chapter 2 de Marvel mythics in dit seizoen krijgen. De Grootsbal krijgen we, krijgen Silver Subword. Echt heel veel mythics die we eigenlijk 4 jaar geleden gebruikt hebben, komen nu weer terug. Dat is echt
insane vet. En Fortnite is aan het koeken, jongens en meisjes. Laten we eerlijk zijn. Want we moeten nog eventjes verder gaan. We hebben natuurlijk, als jij natuurlijk OG Fortnite hebt gespeeld, et cetera. Allemaal dingetjes. Maar daar houdt het niet bij op. Want Fortnite 7e verjaardag gaat komen met flare guns. En heel veel andere lijpe dingen. En dat is volgende week al. Dus let gewoon goed op, jongens en meisjes. Maar we hebben ook 3 nieuwe varianten vogels die in de game gaan komen. Dit zijn echt de meest grappige skins die ik na lange tijd heb gezien. Dit zijn de varianten zoals je kan zien. En ja, ik ga deze sowieso kopen in de itemshop als ze komen. Want dit is daadwerkelijk een, ja, Maven skin, Raven skin. Geen idee hoe dit weer samengevoegd is tot een nieuwe skin. Epic Games blijft het echt fixen. Maar deze skin, jongens en meisjes, de Rank skin, is echt bizar vet voor aankomend seizoen. Zoals je kan zien, ziet die skin er best eng uit. Maar als je dus een hogere rank wordt tot het Unreal, krijg je echt verschillende kleuren. En Unreal ziet er zo ziek uit. Moet je kijken hoe vet die eruit ziet. Dat is echt bizar. Dan een nieuwe icon skin, namelijk Rubius. Ik had geen idee wie deze guy is, maar hij krijgt dus zijn eigen icon skin in Fortnite. Die komt er ook binnenkort aan, want we kunnen namelijk in zijn cash cup zijn skin gratis unlocken. Nou, je ziet hier de verschillende stijlen die naar de game gaan komen. Ja, ik ken hem niet. Ik heb persoonlijk niet heel erg veel met deze icon skin. Maar als je hem zelf vet vindt, kan je hem natuurlijk kopen in de itemshop. Dan weten jullie dat er aan gaat zitten te komen, want dat is ook bekendgemaakt bij deze update. Buiten deze supply drops, noem ik het maar eventjes, heb je natuurlijk ook de Iron Man NPC die niet rondloopt in de map. Waarbij je dus verschillende items kan kopen. Je kan Stark's Industries Rifle kopen, je kan health dingen kopen en je kan de combat kit kopen. En buiten dat hebben wij dus nog als de October Crew Kit nog steeds een Griekse god. We gaan een Griekse god als crew skin krijgen. Hij ziet er wel echt mega bruut uit, al zeg ik het zelf. Hij heet Polis, zoals je kan zien. En hij doet mij heel erg denken aan de Omega skin uit chapter 1 volgens mij, of chapter 3, ik weet niet precies. Chapter 1 voor mij, seizoen 3. Je ziet ook de pickaxe erbij. Hele lijpe skin, al vind ik het zelf. Maar dan hadden we nog niet verwacht dat er een update zou komen aan Dr. Doom. Want we konden dus als Dr. Doom niet zijn eigen glider gebruiken, wat eigenlijk heel erg raar was, die van chapter 2 dan. Verder kon je dus ook niet zijn build in emote gebruiken. Maar Epic Games heeft geluisterd, jongens en meisjes. Ze hebben het aangepast, we kunnen dat eindelijk doen. Het enige wat Epic Games nu weer moet aanpassen, is dat we de Iron Man glider kunnen gebruiken bij de nieuwe Iron Man MK45 skin. Fortnite Reload gaat ook een lijpe update krijgen, want als je niet zo van Marvel houdt, speel je waarschijnlijk deze game mode. En dat is niet zomaar een loot update game of update. Het is een update waarbij we dus in Fortnite Reload ranked kunnen gaan spelen, wat natuurlijk echt mega lijp gaat zijn. Dus ik denk dat daar heel veel fans dat wel heel erg lijp vinden. Maar dan, voor de mensen die ook van Rocket Racing en van BMW's houden, heb ik ook nog wat lijps. Want als je namelijk de Rocket Pass hebt of iets in die richting, kan je een gratis BMW krijgen als jij Rocket League opstart. En dat natuurlijk eventjes fixt in Fortnite. Het is een lijpe BMW. Ik zou hem sowieso even checken. Want ik speel zelf geen Rocket League. Maar hey, voor de mensen die dat wel doen, heb ik ook nog iets vets buiten de Samsung spelers. Want als je namelijk inlogt op een Samsung telefoon, kan jij een nieuwe Galaxy skin krijgen, jongens en meisjes. De nieuwe Galaxy skin heet Andromeda, als ik het goed uitspreek. En dit is die skin. Het is echt een mega lijpe skin. Hij komt later in de items op terecht. Maar jongens en meisjes, dit was de nieuwe Fortnite update. Dit is alles wat jij moest weten. Maar wil je nou kans maken om een deel van de Iron Man skin die gratis is, of nou ja, in ieder geval in de itemshop is, gratis te kunnen krijgen, geef ik een random 1000 V-Bucks kaartje weg. Wil je nou kans op maken, abonneer dan nu op mijn kanaal, gebruik de code kwaad in de Fortnite itemshop en jongens en meisjes, comment even jouw Epic Games naam in de reacties en dan ga ik deze misschien wel aan jou weggeven. Bedankt voor het kijken, ik check jullie morgen bij een nieuwe video en zaterdag of vrijdag bij een livestream op mijn kanaal. Thanks for watching, tot dan en voor nu zeg ik later.